Rob, jullie spelen tegen de nummer 5 Heracles. Ze hebben 4 punten meer dan dat Vitesse heeft op dit moment. Er staat ook veel druk, denk ik, op de wedstrijd. Hoe gaat jouw ploeg daarmee om en jij? Nou goed, ik moet zeggen dat we een goede week achter de rug hebben. Lekker kunnen trainen. Gisteren in het stadion getraind. En vandaag de laatste training hier op Papendal. En ik denk dat de jongens er klaar voor zijn. Results are not good. Recent games. And I must say we have to be sharp tomorrow. And it's only matter the 3 points tomorrow. And it doesn't matter against who we're going to play. Is it a difficult opponent? Yes, I believe they're having a really good season. In every line they have very good players, so I believe it would be a tough game. Goede nieuws is denk ik dat Izzy Brown weer terug is vanuit Engeland. Hij traint ook weer mee vandaag. Hoe is het met de jongens die geblesseerd zijn of er tegenaan hangen? Nou ja, goed, Izzy is terug. Daar zijn we blij mee. Uiteindelijk is het nog net iets te vroeg voor morgen. Ik wil graag spelers wat langer zien uiteindelijk. Arnold maakt stapjes vooruit, dus dat gaat de goede kant in. Duurt nog wel even, maar hebben we goede hoop op. En alleen Nathan is helaas tot het einde van het seizoen uitgeschakeld. Die heeft wat barstjes in zijn wervels. En ja, daar mag je eigenlijk helemaal niks mee doen, behalve rusten. Dus het heeft nog te maken met die val tegen NEC. You played 2 times against them earlier this season. Do you still remember a specific match in the cup? Yeah, cup game was a very irritating game because we got some red cards which I believe we didn't deserve that. And yeah, I don't have a good feeling from that. I only have maybe anger. But we have to use it, that anger, if we have, in the right way. Well, we're past it now, but it was a difficult moment like a couple of days after, but we're over it now and we're looking forward. You're always getting revenge when they beat you the first time, and yeah, so we want to try and get a win as we haven't got this season against them. Maar goed, ik zeg al, Heracles staat niet voor niks vijfde. Het is een goede ploeg, kunnen gedisciplineerd spelen. En ja, we zijn gewaarschuwd en ik heb er wel vertrouwen in, hoor, morgen. Ja. Is het nog dezelfde ploeg als van voor de winterstop? Nee, want in principe is Tanane is vertrokken. Dat scheelt. Dus dat was natuurlijk een hele goede speler. Maar ik moet zeggen, ze hebben het heel goed weer opgevangen. Het is een ploeg die heel hard wil werken voor elkaar. En die weten waar ze mee bezig zijn. Dus goed georganiseerd. We know that they're a good team and they have quite a few players that can carry out good individual action. So we need to be careful of that. And we know that it's always a tough game, not always in our hands, as we learned in the cup game. So yeah, I think we need to try and make amends and get the win this time. It's a very important game. I really ask the supporters to come at the stadium and support their team because it's very, very important now to stay together. I know it's a very tough time for the club. Expectations was very high from them. I know we set up that bar by ourselves, and now we need each other. We need to support each other, and this is the right moment to show support to each other. So I believe we have to unite now and be a one team. And we had the same situation last season, and we handled it really good. So this is the same moment, and we have to fight together, I believe. And I know that we will have support as well, because it was many times in this situation and we handled it right. So I believe it's another test. So we have to be a one.